PSV onder 19 zaterdagmiddag tegen Roda JC. PSV onder 19 dat de laatste week is opgeklommen in de competitie. De eerste resultaten waren niet best, maar inmiddels staat de ploeg van Geert Brusselers derde. En vandaag dus tegen hekkensluiter Roda JC, dat nog geen wedstrijd wist te winnen. Onder 19 dus eerder deze week al goede zaken gedaan in de Youth League tegen Rostov. Het won met maar liefst 6-0. De vraag is of dat enige invloed gaat hebben op deze wedstrijd. Dit is Joël Pirou. En die plaatst hem dan keurig. Keeper is kansloos van Roda JC. Pirou kreeg in november zijn eerste contract voor PSV, vastgelegd tot 2019. Maakt hier de 1-0 voor PSV. Roda JC dan. Komt er niet aan te pas in de eerste minuten van die wedstrijd. PSV heeft volledig de controle. Dit is Justin Lonwijk op Daniels. Goed weggedraaid. Voorzet. Weggewerkt door Van Eijma. Niemand die daar nu naar de bal gaat. Roda JC kan wegkoppen. Dit is Rigo. Die komt hard in. Verret wordt neergelegd. Rigo weer. En in de verre hoek. Dante Rigo. Die scherp blijft. En hem keurig in de verre hoek plaatst. Voorbij Boyd Derksen, de doelman van Roda JC. Zet PSV op 2-0 en de duimpjes zijn van zijn vriendin. En PSV wil natuurlijk doordrukken, want dat merkt dat er vandaag gewoon iets te halen valt. Pirou krijgt die bal niet onder controle, wordt onder druk gezet. Verret komt er ook niet bij en dan de bal de diepte in voor Roda JC richting Haidari. Omran Haidari in duel met Obispo. Oeh, die schat die bal helemaal verkeerd in en dan is het Haidari die Roda JC op 2-1 brengt. De aansluitingstreffer is daar. Yuri Rouleau gepasseerd. En Obispo is daar dan toch echt te laat met zijn tackle. Weet dat zelf natuurlijk ook. De PSV moet dan aan de bak. Dante Rico speelt een goede wedstrijd. Wanneer eigenlijk niet? Veel goede steekballen afgeleverd. En dit is een goede bal op Joël Pirou. Daniels heeft wat ruimte. Op Carolina. Die is over de backpositie meegekomen. Goede voorzet. En dit is dan Justin Lonwijk. Wat een heerlijk uitgespeelde aanval van PSV met een prima afronding van Lonwijk. Waarvan je vandaag gewoon voelde dat hij zou gaan scoren. Hij miste er een paar, maar nu dan toch eindelijk zijn doelpunt. 3-1 voor PSV onder 19. Bal op deze. Die komt er nog bij. Lonwijk! Ja, die komt daar in duel met die aanvoerder van Roda JC, waardoor hij die bal niet helemaal onder controle krijgt. Maar de bal blijft in de ploeg. Matthias Verret en een goede redding van Derksen. Geplaatst schot van Matthias Verret. Haalt er een hoekschop uit. Dan Terrigo. De bal gaat laag. En dan Lonwijk. Met zijn tweede van vandaag. Goed laag ingeschoten. En nuttig ook dat overstapje van Mikael Sadilek. Hier nog een keer in de herhaling. Waardoor Lonwijk er goed aan te pas komt. En zijn ploeg lijkt voor de tweede keer in één week af te steven op een succes. Dit is Sadilek. Op Daniels. Kan hij die voorzet geven? Ja, die kan hij geven. Matthias Verret legt terug op Scamacca. Scamacca krijgt dan die bal voor de voeten. Maar die schiet hem dan over. Leek er een beetje van geschrokken. Gianluca Scamacca. Net ingevallen en gelijk al een goede kans. En dan wordt Roda JC slordig. Dit is keeper Derksen. Schiet hem dan per ongeluk op Sadilek. Ja, die weet dan goed te profiteren van die fout van de keeper van Roda JC. Mikael Sadilek. Goed gekeken, heel beheerst afgerond. En het is het laatste wapenfeit van de wedstrijd. PSV onder 19 wint met 5-1 van Roda JC.